Hallo mensen, welkom bij een gloednieuwe Tales of Iron. En Mars is ook een poosje dat je niet even verschiet van zijn stem. Oké, okay, wacht even, hè. Het is al even geleden. Oké, okay, attack. Dat was een big attack. Oh, bloed. Dit was gewoon mijn shield houden. Ja, en dan kan ik zo'n counter attack doen. Dit was een dodge. Dat was een double dodge. Oké. Okay. Wie is deze guy? Dit is een medic. Oké, de windmill. Naar rechts. Oké. Okay. Doe ik wat te doen, Sarah? Oh, hier ligt nog loot. Mag ik dan looten? Respawned is een loot? Dat zou eigenlijk wel grappig zijn. Wacht, laat me even kijken. Oh nee. Even loot glitch. Maar ik weet eigenlijk niet... Wacht, wat kunnen we hier doen? Ah, ik kon niet naar binnen gaan, maar ik denk dat ik al naar binnen ben gegaan. Ik ben in de windmill. Oké, okay, ik ben goed aan het kijken naar de achtergrond of ik ergens iets kan, de windmill kan zien. Kak! Nee! Nieuwe enemy type. Kak! Ik dodgede! Ring juice. Ik dodge. Dat is onmogelijk! Oh kak, ik word dealen! Clubba. Ik hou niet zoveel van clubba. Ik wil gewoon even die dikke baby. Oké, dikke baby is dood. Oké, dodge. Prik. Dodge! Double dodge! Ah, ik ben het. Dodge! Ik heb niet zoveel juice. Double dodge! Huh? Oké, nu ben ik dus sowieso dood. Dit is een koevrij game. Hier, even juice. Ik heb al mijn healing opgedronken, Maarten. Zo. Ik dodgede! Dodge! Double dodge? Ik ging een double dodge! Dat was toch zo... Kaak. Maar die fight gaat leuk zijn. Oké. Okay. Maar deze game is heel moeilijk. Als we niet door dat. Oh, ik zie de cinematic niet meer. Dat is goofy. Ik heb nu al een hele dikke klap ontvangen. In die juice. Maar die baby maakt gewoon best aan de kant. Ik dodgede! Even een beetje zuipen. Oké, baby is dood. Hoezo was dat een hit als ik dodge? Grote vragen. Oké, blijven prikken. Blijf dodgen. Dodge? Nee, ik heb me nog altijd hitten. Waarom ben ik ook zo dom? Waarom blijf ik er ook gewoon staan? Oké, okay, dit is het AP wat ik moet gaan doen. Dus dat betekent dat ik dood ben. Want ik ga het nooit kunnen winnen. Oké, okay, hard spring deze guy. Oké, okay, niet zo hard. Okay, double dodge. Double dodge. Ik moet hem in het midden houden. Dodge. Even naar rechts. Oké. Okay. Dodge. Even naar links, ik moet hem centraal houden, anders ga je hem weer in een hoekje kleppen. Ah. Double dodge! Kak, ik was vergeten dat... Kak! Dodge? Oké, ik ga het niet meer winnen, want ik heb nog maar 1 AP, man. Ja, man. Maar hoe ben ik dan... Er staat zo'n cirkel, dus als ik dan double dodge, en ik geef nog altijd damage, hoe kan ik dat dan winnen? Want ze hebben toch geleerd als er een rolletje zijn, want ik double dodge. Zo. Oh. Is het eigenlijk al de eerste boss fight? Oké, okay, eerste baby. Double dodge. Double dodge. Ik heb weer gehit. Ook al doe ik wel een double dodge.
Als je verveelt, tel hoeveel keer ik dubbeldoos heb gezegd in deze video. Iedereen verveelt zich tijdens deze video. Dank u wel, Maarten. Oké. Kijk maar even door hem dodgen. Oké. Okay. Pak die hits, man. Eet die hits, eet die hits. Ik ben eigenlijk weg van een double dodge in plaats van door hem te double dodgen. Oké, nu moet ik wel even door hem dodgen. Hier, man. Oké, even een kleine wegdodge. Kak! Hoeveel damage is deze choppy? Ik heb hem nog eens hitten. Oh, kak! Nee! Ik krijg een double dodge! Hier, slurp, slurp. Dodge. Oké, okay, dit is maar deze HP moet ik het doen. Oh my days, man. Oké. Oké. We hebben hem! We hebben hem! Of a guard frog wasn't an easy kill. Let's go! But it was a sweet one. Dat kun je wel zeggen, ja. Oké, de weight. Het heeft meer weight. Maar het is zwaarder om te dragen. Maar het geeft minder defense. Wat zou ik het dan aandoen? Oh! Het geeft heel veel resistance tegen frogs. Ik ga het equippen, man. Let's go! Maar ken je Dark Souls? Donkey. Zeg. Oh nee, ken ik niet. Maar dat is gewoon zo'n een heel moeilijke game waar je constant moet dodgen en zo. En dit is eigenlijk ook ongeveer zo'n spel, maar dan is het 2D. Allee. Het is zeg maar zoals Terraria, zo speelt het. Oké. Okay. Kak. Nee. Ik moet mijn shield ervoor houden, hè. Juice, juice, juice. Oké. Okay. Ik denk dat het beste is als we eerder even die boogschutter kleppen. Oké. Okay. Ik denk ook niet deze fight halen van de eerste keer. Echt wel, ga ik eens een dubbel dodge aan hier doen. Hij doet me dan mij dodgen. Oké. Okay. Wat doet je? Deze kikker is dom. Dus maar het is zeg maar 2D. Hij zou gezegd van dat is zoals Terraria 2D, hè. Dan ben ik wel mijn andere kikker, uiteraard. En ik ben een rat en ik moet vechten tegen kikkers. Deze game ziet er echt heel vet uit. Maar kijk hoe weinig HP ik heb en ik heb geen healing. Elke damage kan mij nu killen. En dat is... Oh, wacht. Wat kan ik nu nog... one-handed. Let's gewoon equippen, man. En kan ik nu saven hier. Zonder dat ik die fight opnieuw moet doen. Zou dat kunnen? Weet je wat, het is proberen waard. Ik kan toch nergens anders saven. Oké, okay, laten we doorpushen. Oké, okay, Maarten, hè. Ik had dus aan iemand gevraagd, speel je dit spel ook? En die zo van ja, ik heb het uitgespeeld. En die zo van nee, na de eerste boss fight is het veel te moeilijk. En ik heb net iemand gekillt met zo'n heldbar van boven. Dus zou dat de eerste boss fight zijn? Waarschijnlijk, hè. Ja, ik weet niet, hoor. Oké, en nu moet ik dit hier gaan kleppen. Met evenveel AP als een modrafter. Joi, maar één. Nee. Ik heb meer dan 1 AP, maar de enemies doen heel veel damage, dus waarschijnlijk... Ben ik aan één klap al dood. Oké, maar ik vind deze nieuwe prickboy wel handig. Meestal pak ik een zware pas van een speer. Shield. Prik. Shield. Je moet er zo in zo'n bepaalde vibe geraken van zo'n van hun attack up. Ah ja, wacht! Ik was vergeten wat het gele was! Want de fights zijn eigenlijk nog wel oké. Oké, hoe respawn ik nu? Please, het is niet dat ik die hele fight opnieuw moet doen beginnen.
Safe. Dan kan ik in mijn broek. Oké, nee, dat moet ik niet doen. Want mijn HP blijft wel mega booty. Maar kan ik die bugs nu nog niet killen, want ik drink bug juice. Weet je? The chef's hat. Reggie must be close. Ah ja. Reggie must be close. Reggie is een dikke chonker, man. Wacht, Reggie was de kok. De kok was leuk. See, you love the cock. Ja. I love it. Nee, ik heb die nog maar één keer gezien in deze game. En toen had hij weer gewoon een beetje eten gemaakt. Dat was mijn broer in deze game. Allee, dat was. Hij leeft hopelijk nog. Deze is niet zo moeilijk. Dus gewoon prikken. En dodgen. Je loot het. Ah, kak! Dit geeft me nu al super. Oké, nu ben ik sowieso dood na één hit. Ja, oké. Ik zag niet hoe hij ging attacken omdat het zwart-wit was, man. Dit is een game. Kijk, even kunnen een beetje looten. Maar wat krijg je hieruit? Altijd dezelfde nest. Dit is altijd gewoon. Allee, misschien was die steeds meer super slim, want. Kijk hoe low ik nu ben, we moeten deze fight zo low doen. Kijk, we weten wel dat we 2 hits aan kunnen. Allee, toch 2 hits van een archer. We weten gewoon, na 1 pijl zijn we nog niet dood. Maar. Oké. We moeten dit toch helemaal opnieuw doen, hè. Oké. Misschien is het tactic om 1 eerst te killen. Huh? Ik wist niet dat het zo werkte. Dit is misschien wel goed. Ja, weg. Oké. Okay. Ik heb mijn shield! Wat is er nu voor crap? Oké, kom. Een belachelijk low. Ik dodge! Ik hoorde een bronken spammen. Echt waar. Deze game is frustrerend, man. Hier. 3 pijlen. Of waar ook is. Ook al heb ik geen boog. Wat? Kan ik niet ergens in mijn inventory kijken? Want ik wil eigenlijk al niet. Wat is dat? En dat zijn inderdaad arrows. Ik heb toch frog? Kijk, kan ik deze guys niet killen hier dan boven? Is hij laten vliegen? Nee. Sad. Oké. The chef's hat. Reggie must be close. Close. Ik heb Reggie nog nooit zo geschreven met een D. Red G. Oké, dus weet je de tactic? We moeten eerst deze guy killen. Dan de andere al spawnen. Nee. Niet deze guy. Moet op zoek naar de andere guy. Met deze. Nee. Hier. En nu ga ik proberen. Eerst de speerman te killen. Want ik heb het gevoel. Want die zijn veel ambetanter. In mijn mening toch? Nee. Kak. Nu heb ik gewoon die visa hit gepakt om deze man er nog eens. Ik dodge weer al! Dat kan toch niet, man? Ik kan je nog de rest van de video zitten aan deze fight. Ik kan het niet eens halen. Huh. Oh, jong. Hey, als ik dat niet kan. Hier. Oké. Okay. Ja. Moet ik het echt altijd opnieuw zien? Oké. Okay. Nu komen deze NPC's. Oké, ik heb toch nog dezelfde tactiek geprobeerd als de vorige keer. Hopelijk accepteert de game nu wel mijn dodgekes. Oké, deze ene guy is die sneller. Ik geef hem even dodgen. En prikken. Nee.
Die guy moet ik eigenlijk ook low maken. Die guy sukt ook gewoon. Oh kak. Deze guy tag niet. Ik word er niet wachtig van. Kom aan. Oké, nu is er eigenlijk maar één Archer. Eén Archer. En deze guy? Maar wat voor wachtig game dat ik kan, man. Jong. Dat is zo doel dramatisch geloos zijn, hè. Heb ik nu nog een hit gekregen over dat dodge en ik? Deze NPC ooit moet eigenlijk dood. Nee, hou je shield. Oké. Gewoon deze guy. Als hier dan nog een enemy komt, sorry, maar dan geef ik voor ver. Ik dodgede! We zijn wel veilig raken dan ooit tevoren. Die enemies zijn ingespawned. Kom aan, man. Dan is het bijlen oppakken, hè? Maar het is gewoon spijt. Ik moet het ook gewoon doen met zo weinig HP, hè? Oké, zelfde tactic, zelfde tactic. Reggie must be close. Oh, je weet het zelf. Reggie must be close. Ik weet het. Maar deze ratten zijn gewoon. Ik bedoel, deze kikkers zijn gewoon zo betand. Hier, kom. Kom maar hier. Laat me prikken. En nu jij. Nu jij. Jong, dit is onwaarschijnlijk, hè. Hoe hard moet die dodge-knop spammen? Nu komt deze kinkerman in plaats van de andere. Waarom komt de boogschutter niet meer? En die komt eigenlijk na deze guy. Wat? Ik dodge in hem. Hoezo kan ik me nog hitten? Ik had mijn shield zo vast, maar het is zo betant. Als je shield vast hebt, dan is het zo moeilijk om te verrusten. Dan moet je dat zo met je andere knokkel doen. Waarom kan ik niet gewoon met mijn linker knokkel doen zoals ik ook normaal beweeg? Kan ik dat niet aanpassen? Oh. Deze game is heel... ambetant. Ze geven ook geen extra HP bij. Hè. Kijk links, ik heb 0 HP en ik heb minder dan 30% van mijn HP. Reggie must be close. 0 extra HP, ja. 0 bug juice. Echt waar, hoe kan ik deze game ooit uitspelen? Deze guys zijn niet zo moeilijk. Als ik daar nog een hit kreeg, hè. Okay. Jong, ik dodge altijd te laat. Ja, jong. Ook waarschijnlijk weer dood. Als ik dit nu nog halen. Maar sowieso eigenlijk niet, hè. Waar zou ik dit ook nog halen? Oh, kom aan, ik moest dodgen en een shield voor hetzelfde moment, dat is onmogelijk. Oké, dit is. Maar ik moet toch deze fight uitspelen op deze video? Ik kan toch die volgende video beginnen en dan gaan we ook een hele video in deze fight zitten. Kom aan. The chef's hat. Reggie must be close. Ik weet het. Oeh. Okay.
Man, oké, dat is het. Maar ik niet geklopt worden. Oké. Dit is goed, deze guy. Box een attack. Bring hem lek. Ik dacht dat ik mijn shield kon houden. Ah, ik heb nu een hit gekregen. Ook al dodge ik. Ik dodge naar de andere kant. Deze game. Dit is echt frustrerend. Kan ik niet gewoon teruggaan? Kan ik niet gewoon ergens anders juice halen? Stel je voor als ik daar kom. Waar was juice? Maar als ik meer AP heb, kan ik dat denk ik echt wel halen. Yo, ik kon gewoon heel te mijn AP bijvullen hier. Dit is toch onwaarschijnlijk? Ik zit er te veel van mijn AP, ik kon dat hier gewoon heel te bijvullen. Kom aan. Hopelijk zijn die eerste enemies niet teruggespawned. Dan, oké, dan ga ik deze game wel echt verwijderen. Oké. We zijn slim genoeg geweest om terug te gaan voor extra AP. Nu moet deze fight toch wel lukken. Oké. The chef's hat. Reggie must be close. Oké, maar het is niet dat ik nu ineens mag zeggen van oké, nu mag ik ineens heel veel hits gaan kasseren. Nee. Oh, wacht, ik heb vergeten op te slaan. Ja, kaak, dan moet ik misschien helemaal terug die AP gaan pakken. Oké, blijf even prikken. Oké. Oké, het is wel leuk dat de game mij niet hit als ik zeg maar zo in een kleine cutscene zit als ik zeg maar zo een guy kill. Oké. Ja, kak. Nee, die hit ging ik incasseren. Oké, denk juice. Drink nog meer juice. Drink nog meer juice. Block his attack. En prik hem lek. Dan zit ik bij deze guy. Oké. Ik moet even die andere. Ga ik deze even. Nee, ik wil deze guy prikken. Deze guy is sneaky, man. Nee! Nee, oké, ik heb hem. Dus gewoon deze guy. Gewoon deze guy. Lok hem. Prik hem lek, prik hem lek, prik hem lek. Oké, okay, uit zijn shield. Ik was zoveel gefocust op zijn gele attack, dat ik niet eens focus op zijn normale attack. Oké. Okay. We dansen. Draai je om! Deze guy kan zich gewoon niet te goed omdraaien. Was ik weer niet aan het opletten omdat ik mijn juice aan het kijken was. Nu was dat een hele tijd. Yo, wat? Hoezo ben ik zo slecht? Nu kan hij me weer hitten. Raar. Ik kan niks meer. Ik kan niks meer. Nu, kijk, nu heb ik... Oké. Okay. Als ik dit niet meer verlies, dan, ja, dan ga ik dansen op tafel. Hoezo kan mij nog hitten als ik dodge? Ik heb ze eindelijk. Kijk hoe low ik ben. Hier. Ja, ik vertrouw het niet. Ik ga eerst opslaan. Ik heb deze fight nu net helemaal geklept. Ik verdien wel een kleine opslagpunt. Want misschien ga ik dood door de volgende. Oké, ik vind het echt erg dat ik nog zo weinig HP over heb. Ik was gewoon super noob. Bij die allerlaatste. Ik was het verkeerde ding aan het doen. Oké, opgeslagen. Nice. Woe. Het is gelukt. Dus wie zijn die hier terug ingespawned? Dat zou heel erg zijn. Oké. Ik heb nu wel geen healing gepakt, ook al kon ik dat wel.
Omdat, voilà, ik vertrouw erop dat hier wel iets ging zijn. Oké, nice. Oh, hier is die bullet. De kok. Hier, ging even al helemaal leeg. Oké. We zijn terug. Okido. Wat ligt daar? Ja, sorry. Ik heb eens een broer achterlaten. Hier. Twee pijlen, maar... Hier is hij. Wat kan ik doen? Hij is wakker geworden. Oké, rare kikker heeft de sleutel. Ja, en dan... Ik weet ook dat je mijn sleutel een slot kunt openmaken. Dat weet ik ook. His brother, chef. Beaten. Chained. And left as bait. The Bog brothers, stinking like the place they called home, had done this. Ik kan deze gewoon ophalen, want dit is gewoon meer frog resistance. En ik heb toch nog geen enkel andere enemy tegengekomen. En deze heeft net niet genoeg weight voor het eerste balkje te bereiken. Dus misschien doe ik toch even deze aan. Dat heb ik allemaal niet. Ja, een zwaard. Deze doet gewoon minder damage. Ik heb toch voor de speer. Ja. We zullen deze guy wel de volgende keer redden. Het was weer... Hoezo heb ik AP af? Heeft Reggie me mijn teen gebeten ofzo? Oké, we zullen hem de volgende keer redden. Ik zie jullie bij de volgende aflevering van Tales of Iron. We hebben deze aflevering al gezien dat deze game echt brutaal is. En we hebben deze aflevering ook gezien dat ik gewoon super dom ben omdat ik was vergeten die AP te gaan halen. Ik ben voor de kijker en ik zie jullie bij de volgende video. Bye bye.